Hartelijk welkom bij RTV Bunschoten vanuit Utrecht. Wij staan hier voor het gerechtsgebouw, Vrouw Justitiaplein. Want hier is de zaak aanhangig van Henk Koelewijn, Henk de Voeger. Het wordt een openbare zitting. De familie is al binnen. Er zijn veel mensen die belangstelling hebben. Maar wij natuurlijk ook. We gaan eens even kijken hoe dat afloopt en hoe openbaar het is. Of wij naar binnen mogen of niet. Het is in ieder geval interessant genoeg om te blijven kijken. De verdediging meent in ieder geval dat de zitting redelijk goed verlopen is. Wat spijtig is, is dat de verzoeken om alle getuigen te horen is uitgesteld tot de zitting over exact een maand. Of, nou niet exact een maand, maar bijna een maand. Maar wat wel in ieder geval goed is gegaan, is dat van het tweede feit, een poging doodslag, in ieder geval de rechtbank heeft gezegd, daarvoor zijn onvoldoende aanwijzingen om langer vast te houden. En voor feit 5, dat betrof een zedendelict, daar heeft de officier van justitie notabene zelf gezegd dat het bewijs uiterst dun is. Maar dat het net voldoende is om cliënt nog langer vast te houden. En hoe is het vervolg op de gang van zaken nu? Nou, over een maand, ongeveer een maand, zal er een nieuwe zitting plaatsvinden. Ja, de verdediging die heeft er vertrouwen in dat dan ook dat vijfde feit, dat zedenfeit feit er vanaf zal gaan. En ook er vertrouwen in dat cliënt dan op vrije voeten zal worden gesteld.